Nou, de reden dat we naar Oetene zijn gekomen is punt 1 inderdaad voor de kinderen. We hebben alle faciliteiten heel dicht in de buurt. We hebben een pannaveldje, diverse speelmogelijkheden verdeeld over de wijk en een vismogelijkheid. En dat vinden de jonge gasten meestal ook heel erg leuk. Dat de school in de wijk zit vinden we een enorm pluspunt. De kinderen zijn zo bij school binnen 2 minuten. Ze hoeven geen drukke wegen over te steken. En tussen de middag als ze komen eten, dan zijn ze ook weer gauw thuis. Dus voor ons enorm fijn. Wij hebben gekozen om in deze wijk te komen wonen omdat we op zoek waren naar een weidse groene wijk en een plek waar we nog jaren konden blijven wonen. We hoeven de wijk niet uit, we kunnen snel even tussendoor te voet of op de fiets een boodschapje gaan halen. Er is een klein winkelcentrum, maar daar is eigenlijk alles wat je nodig hebt. Er is een supermarkt waar je en vers en houdbare producten kan halen. Er is een kapper. Dagelijks brood kun je bij de verse bakker halen. En als je even geen zin hebt om te koken, dan kun je bij de cafetaria terecht. Het is voor ons zeker een voordeel dat we hier wonen. Ja, lekker in de polder. Ik hou van sporten. Ik doe zelf aan voetbal, dus af en toe moet ik eventjes hardlopen. En hier een goede gelegenheid voor. We hebben hier een huis gekocht omdat het een hele jonge, nieuwe wijk is. Dat er heel veel verschillende leeftijdsgroepen wonen. Veel jonge mensen en toch wat oudere mensen. Dat het allemaal bij elkaar komt in een groene wijk.